Sunvox is een al jaren bestaand muziekprogramma met een bijzonder eigenzinnig karakter. Op het internet zijn inmiddels genoeg tutorials te vinden, maar nog maar weinig in het Nederlands. En daar wil ik verandering in brengen. Met Sunvox kan je je eigen muziekstuk in elkaar zetten. Maar ook de geluiden die je daarvoor gebruikt kun je helemaal zelf ontwerpen. En de mogelijkheden zijn letterlijk eindeloos. En tegelijkertijd is het programma zelf heel bazaal. Met een paar klikken heb je al wat voor elkaar. Wel ziet Sunvox er nogal spartaans uit en het kan in eerste instantie wat afschrikken. Geen mooie draaiwieltjes of schuifjes, maar letters en cijfers. En die laatste bij voorkeur hexadecimaal. Je zult merken dat je daar al snel aan gewend bent. Laten we maar eens aan de slag gaan. Sunvox is beschikbaar voor talloze platforms, waaronder de iPhone, de iPad, Android-telefoons en ook gewoon Windows. Ikzelf draai het nu op de Mac, maar de functies zijn overal hetzelfde. Een los toetsenbord is soms handig, maar het is nooit noodzakelijk. Nou, we hebben hier Sunvox open. We klikken op het kleine symbooltje linksbovenaan en kiezen voor een nieuw project. We krijgen nu twee opties. Om te beginnen met een voorgedefinieerde template of leeg. En we kiezen voor leeg. Nou, je ziet hier de interface. We kunnen door op deze balk te klikken en te slepen het middenveld wat groter maken. En dit middenveld bestaat uit twee delen. Het rechter deel, daar komen alle modules te staan, de geluidsmodules. Links komen dan de instellingen van ieder van die modules te staan. En de output die we nu hebben geselecteerd heeft geen instellingen. En onderaan, daar zien we de timeline waar je je muziekstuk gaat samenstellen aan de hand van losse patronen. Helemaal bovenaan, boven de pianotoetsen, staan dan de noten die in een bepaald patroon aanwezig zijn. Op dit moment is het allemaal nog leeg. We gaan eerst eens een geluidsmodule toevoegen. Dat doen we in het rechterveld via het menutje. Je kunt met de muis, als je die hebt, ook rechts klikken en dan krijg je hetzelfde menu te zien. We kiezen voor nieuw en je krijgt een hele lijst aan mogelijke modules waar je uit kan kiezen. Wij gaan heel eenvoudig voor de bovenste, de Analog Generator. We verschuiven hem iets en we zetten hem naast de output. Dat doen we door eerst de Analog Generator te selecteren, dan het koppelknopje in te drukken en vervolgens op de output te klikken. Met muis en toetsenbord kun je dat ook doen door te slepen vanaf de Analog Generator naar de output terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt. Wil je die verbinding weer ongedaan maken, dan voer je precies dezelfde handeling uit. Je klikt op de Analog Generator, vervolgens op het koppelknopje en dan op de output. Maar wij willen graag de verbinding, dus ik maak hem weer. Als je nu op de pianotoetsen bovenaan klikt, dan hoor je het geluid van de module. Zorg er wel voor dat je die module eerst selecteert. Het geluid kunnen we aanpassen door bijvoorbeeld de waveform te veranderen. Het geluid klinkt nu nog een beetje kaal. Laten we een nagalm toevoegen. Dit doen we door weer een andere module toe te voegen. Klik op menuutje, nieuw en dit keer kiezen we voor reverb onder effects. Nu willen we, om van de reverb gebruik te maken, de koppeling wat anders laten lopen. We verwijderen de koppeling tussen Analog Generator en de output. En vervolgens maken we een koppeling tussen de Analog Generator en de reverb. En van de reverb weer naar de output. Het geluid loopt nu dus via de reverb. We klikken op de Analog Generator en we spelen weer een paar noten. Je hoort nu heel duidelijk de nagalm. We gaan nu een klein muziekstukje maken. Er is al een pattern voor ons toegevoegd aan de onderkant, maar die is nog helemaal leeg. Die noten, die gaan we nu toevoegen. Eerst maken we het middenscherm wat kleiner door weer aan de balk te trekken en naar beneden te halen.
Om de noten in te kunnen voeren, moeten we op het slotje klikken of via toetsenbord op de spatiebalk. We zorgen dat we op positie 0,0 terechtkomen. Dat kan met de pijltjes toetsen. Of als je een iPad of iPhone of Android-telefoon gebruikt, ook door gewoon te slepen met je vingers. En zodra we op 0 staan, kunnen we noten in gaan voeren. Dit kan door middel van de pianotoetsen. Dit nu afspelen, dan hoor je dat het eigenlijk veel te snel gaat. Eigenlijk moet er meer ruimte tussen de noten komen. Dit kun je doen door de stapgrootte te wijzigen. Maar allereerst maken we het patroon even leeg. Dat gaat weer via het menu Clear Pattern. We klikken op het slotje en vervolgens zie je het cijfer 1 staan eronder. Dat is de huidige stapgrootte. Wij willen graag stapgrootte 2. We gaan weer terug naar positie 0 en we voeren opnieuw de noot in. Na deze noot willen we eigenlijk een kleine pauze. Dus we schuiven ietsje op tot bij 16. Fouten kun je herstellen door naar die positie te gaan en op del te klikken. Als we nu afspelen, horen we dat de tempo veel beter is. We hebben nu ons eerste liedje gemaakt met Synvox. Om dit te kunnen delen, moeten we het exporteren naar een WAV-bestand. Dat kan door middel van Export en Import, Export to WAV. De naam kiezen. En opslaan. Dit weefbestand kun je later delen met anderen of verder verwerken in een ander product. Natuurlijk wil je ook het project zelf op kunnen slaan. Dat gaat door middel van Save Project. Je geeft het een naam en klikt OK. Dankjewel voor het kijken. Dit was de eerste aflevering van de cursus Synvox. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.